Het is bijna kerstmis en ik heb vandaag voor jullie een do-it-yourself voor te koken. Namelijk koekjes zanddeeg of brokkeldeeg. En mijn zus heeft het in een middelbare school eens gemaakt. En wij maken dat elk jaar met kerstmis. De bereidingstijd 2 uren. Dat duurt ongeveer 2 uur. Het aantal koekjes uit het recept zijn 10. Dat is zeer weinig. Dus wij hebben het aantal verdubbeld. Dus wat je nu op het papier gaat zien, je moet naar het geschreven stuk kijken. Want dat is de verdubbelde versie voor meerdere personen natuurlijk. Ik zal het even laten zien. Het materiaal dat je nodig hebt. Hier staat dus 300 gram bloem. Deze hoeveelheden zijn voor 10 koekjes. Dus wil je 10 koekjes, moet je de gedrukte bereiding meevolgen. En anders de geschreven bereiding. Materiaal 300 gram bloem, oftewel 600 gram bloem. 200 gram boter, ofwel 400 gram boter. Dat is 150 gram van een tweede pakje boter ook nog erbij. Dus een hele blok en dan nog 150 gram erbij. 180 gram bloemsuiker, dat is 360 gram. 1 pakje vanillesuiker wordt 2 en 1 ei. De middelen, de mengkom, weegschaal, een tas om uit te drinken natuurlijk, een bord, een vork, een deegrol, een bakplaat, bakpapier, oven op 160 à 170 graden Celsius, taartrooster, steekvormpjes, spatel of taartschep. Dan de methode. Dit ga ik niet helemaal voorlezen. Ik ga het blad even voor de camera houden, dat jullie tijd hebben om het te lezen. Dit is de methode. Moest de tekst zo snel weggaan voor jullie, zet dan even de video op pauze en lees de methode even opnieuw. De afwerking van de glazuur. Materiaal wat je daarvoor nodig hebt is bloemsuiker, vloeistof, bijvoorbeeld water, citroensap of grenadine. Middelen, kommetje, vork, eetlepel, plastic zak en schaar. En methode, neem kommetje en doe er 3 eetlepels bloemsuiker en met een vork meng hier onder een eetlepel koud water. De bloemsuiker moet oplossen tot een pap. Het glazuurmengsel doe je in een plastic zakje waarvan je het hoekpuntje afknipt. Nu neem je hiermee de koekjes afwerken door figuurtjes op te spuiten. Op het glazuur kun je gekleurde bolletjes of zilverbolletjes leggen. Deze stap slaan wij elk jaar over, ik weet niet waarom. We hebben gewoon altijd gewoon deegkoekjes gemaakt. Dus dit is de methode, zet de video even op pauze, moest het je te snel gaan. De middelen en materialen. Dus de gedrukte versie hier bij de materialen is voor 10 koekjes uit het deeg te krijgen. En de geschreven versie is voor meerdere koekjes uit het deeg te krijgen. Hieronder pas ik ook nog een foto van onze koekjes. Alvast smakelijk eten. En ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Doei!